Onlangs ben ik op pad gegaan met de leden van Team Deltaloid om hen te helpen in hun voorbereiding naar Rio door middel van een challenge. Dit keer met zeilster Marit Bouwmeester. Haal hem binnen, haal hem binnen, kom aan! Heel saai wordt het niet, hè? Oh, mijn schoen. Nee! Ik duik vandaag weer in de wereld van de watersport. Dit keer met Marit, een van oorsprong Friese zeilster die met niets minder genoegen neemt dan goud in Rio. Ik heb een challenge voor haar klaarstaan vandaag die in het teken staat van rust en beheersing. Zo geven we haar hopelijk het laatste setje op naar het erepodium in Rio. Op naar Marit! De Friese Marit Bouwmeester begon haar zeilcarrière ooit in de Optimist. Marit wint het Olympische test-event aan de Britse kust, waarmee ze zich plaatst voor de Olympische Spelen in Londen van 2012. In hetzelfde jaar behaalt ze ook nog eens de wereldtitel laserradiaal in het Australische Perth. Tijdens haar eerste Spelen maakt ze de hooggespannen verwachtingen waar en haalt ze een zilveren medaille. In 2014 wordt ze opnieuw wereldkampioen en maakt ze zich op voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Hey Marit, hoe is het? Goed, met jou? Ja, heel goed. Ben jij klaar voor vandaag, voor de challenge? Ik ben wel heel benieuwd wat we gaan doen. Nou, we staan hier voor een gym, dus laten we naar binnen gaan. Yes. We zijn hier in de gym van Radmilo. Dag, jonge dame. Hallo. Je kent hem wellicht van Obese, van televisie. Hij is personal trainer en coach en hij gaat je vandaag op weg helpen. Nou ja, je weet waar ik vandaan kom. Hè. Ik ben jarenlang boksen geweest. En ik weet niet of ze dat wel eens hebben gedaan. Ja, ook wel eens. Ja. Lijkt je dat leuk om te doen? Zeker weten. Ik krijg wel vaak alleen klappen, maar het lijkt me ook wel eens leuk om te doen. Laten we deze keer klap uitdelen, oké? Okay? Nou, laten we gewoon beginnen. Oké, ga je opwarmen. Voordat we Marit echt op de proef gaan stellen, maken we haar eerst even blij met wat ze het liefst doet. Bezig zijn. En het liefst fysiek. Kom maar, trekken door, trekken door, trekken door, trekken door, kom maar! Ja, laatste keer, kom maar. Hey, go, jog! Boksen. Ja, dat is goed. Let's do it. En sneller, go. 1, 2, 3. Ja. Yes. Bijna. Alright. Hey, hier ben je in je element, dit vind je gaaf, hè? Nou, op dit moment iets minder, maar ja. Ja, toch? Inspanning zit goed. Maar hoe zit het met je rust nemen af en toe? Wat is voor jou de uitdaging? Ja, ik heb meestal het idee dat het lichaam moet gewoon luisteren. En hoe meer, hoe beter. Maar dat is zeker niet altijd waar. De tijd dat ik bokste op hoog niveau. Mijn trainers zeggen altijd van de rust is je beste training. Dus in de rust moet je gaan creëren in jezelf, waardoor je gewoon echt rust pakt. Dat je niet 1001 dingen daarnaast kan doen. Welke dingen kun je daarvoor doen? Welke? Je ademhalingstechnieken kan je gewoon even doen, waardoor je gewoon veel bewuster met je ademhaling omgaat. Dus als je heel hard traint, moet je ook je rust weten te pakken. En dat wordt waarschijnlijk voor jou te saai, want je bent gewoon 2 keer per dag trainen. Ja. En dat is wel 1 ding wat je moet gaan leren nu, hoe je gaat daarmee omgaan. Hoe gaan we om met saaiheid? En er staan je een paar hele saaie dingen te wachten, dus... Ik ben benieuwd hoe je daarmee omgaat. Tot zover het verbranden van energie. Vanaf nu vragen we helemaal niets van Marit. Al ziet ze dat zelf waarschijnlijk anders. Hier is het Foam, Fotografie Museum. Eerste onderdeel van jouw extreem saaie challenge. Hey. Hi. We kunnen hier met mij meelopen naar boven. Oké, hier mag Marit aan het werk. Ja, je mag suppose spelen hier in Foam. Dat is voornamelijk heel veel zitten. Observeren. Ja, zitten, kijken, een beetje de werk in de gaten houden en goed opletten. Nou, wow. Veel saaier wordt het niet, hè? Daar is je stoel, Marit. Oh, echt? Ja, en daar mag jij de komende tijd eventjes rustig verblijven. Veel succes, denk aan je ademhaling. En dit is alles, voor de rest hoef ik niks te doen. Kom maar verder hoor. Ja. Kijken, met de voeten wiebelen, op het puntje van de stoel te zitten. En ze gaan nu echt, ze krijgt het nu echt moeilijk. Ze wordt onrustig.
geweest. We gaan even los. Kijk. Marit, je mag opstaan. Yes. Yes. Hoe was dit? Saai. Nu merk ik ook al dat ik dacht van nou, als ik mijn ogen dicht doe, dan zou ik ook al kunnen slapen, zeg maar. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, hoe we dat in de volgende challenge gaan doen. Hoe we iets saais toch heel uitdagend kunnen maken. Ja. Pak je jasje. Ja, Marit. We gaan vissen. Mag ik alweer zo lang zitten? Ja, kijk. Vissen is natuurlijk per uitstek een sport waar je rust voor nodig hebt. Denk je niet? Ja, dat denk ik ook. En dan? Ja, er zit een stoeltje, mevrouw. Lekker. Dus geniet ervan. En ik wil, als ik terugkom, ben ik benieuwd wat je ziet en ervaart. En ik wil helemaal niks horen over wind of hoe dat staat of over zeilen, ja? Succes! Ik ga mijn best doen. Ja. Zo, water en een windje. Daar moet ze toch rustig van worden. Over een uurtje weten we meer. Daar zit Marit, ogenschijnlijk rustig, met de voetjes over elkaar. Maar stiekem vindt ze dit verschrikkelijk, zo lang stilzitten. Dus ik ben benieuwd wat er in dat koppie omgaat. Ze heeft ons zien aankomen lopen, maar nu komt ze hier naar ons toe lopen. Dat was niet de bedoeling. Ik moet eigenlijk zo nodig plassen. Ik dacht, oh nee. Ik dacht, oh, mijn stoel. Wacht. Nee. Nou, dat was de stoel. Je weet wel actie te maken van een saaie situatie. Dus dat waardeer ik wel eigenlijk. Heb je aan zeilen gedacht? Nee, ik heb niet eigenlijk als nee. Alles behalve aan zeilen gedacht. We hebben in ieder geval een stoel, een visstoel die op de bodem ligt en een hengel die in de knoop zit. Mag de pret niet drukken? Nee. Want we zijn nog niet klaar voor vandaag, kan ik je vertellen. Ik denk dat je deze nog wel leuk gaat vinden trouwens. Ja, daar liggen we dan. Lekker in een massagesalon. Voetmassage en een maskertje. Hoe klinkt dat? Nou, tot zover klinkt het wel als de beste challenge van de dag eigenlijk. Jij bent ook gewoon echt de kanshebber op goud. Toch? Ja, dat hoop ik wel, ja. Ben je beter nu dan dat je 4 jaar geleden was? Ja, beter, slimmer, zelfverzekerder. Ik krijg ook een gezichtsmasker volgens mij nu. Jij? Ja, dat wel. Dat is wel lekker. Rust is natuurlijk net zo belangrijk als training. Ben je niet gewoon jezelf, je tegenstander, je grootste tegenstander? En ik vind mensen gewoon super gezellig. Dus altijd als ik dan in Nederland ben, dan ben ik ook altijd geneigd om mezelf helemaal vol te boeken. Dat soort dingen. Terwijl je eigenlijk met de beentjes in de lucht moet zitten, zoals nu. Ja. Mag je masker afzetten? Of je komkommermasker? En je mag in de spiegel kijken. Ah! Wow, ik ben groen. En ik heb lekker niks. Verrassing. We gaan naar het Leidseplein in Amsterdam. En je mag een living statue gaan spelen. Nee! Ja. Kijk eens eventjes, je ziet er mooi uit. Zo gaan? Yes. Na deze prettige ontspanning is het tijd voor de laatste test. Een uur lang stilstaan als vrijheidsbeeld. Het ultieme niks doen. Juist. Oké, hou dit vast. Strak. Ik weet niet of ik dan daar wil staan. Nee, ik weet het ook echt niet. Nee. ik was gillend gek weggelopen. Oh man. Ja, ze durft wel. Ze durft wel. Ja, ik vind het knap. Ik ook. Ze heeft en de guts en de kracht. Dus ja. Ik geloof wel in haar hoor, voor de Spelen. Ik ook. Ik denk dat dit wordt onze nieuwe kampioen hoor. Zullen we het vrijheidsbeeld bevrijden? Dat lijkt me een goed idee. Dan ga ik een muntje ingooien. Knap van je, jongen. Ik had het nooit gedaan. Respect voor je, schat. Hoe lang sta je al? Voor mijn gevoel al een uur. Maar het belangrijkste is, gaat het lukken? Tussen de ontspanning en de inspanning? Zeker weten. Ik denk wel altijd dat het nog een aandachtspunt zal blijven. Maar het is wel goed om er bewust van te zijn. Nou, wij waren het over één ding eens. Jij gaat gewoon in Rio knallen. En jij gaat iedereen het heel erg zwaar maken. Dat weet ik zeker. In ieder geval heel veel succes. Mag ik een foto met jou? Ja, we een selfie maken. Kom niet dan. Ah, top jongens. Weer een challenge volbracht. Marit is zo sterk, zo krachtig en goed. Als ze dat kan combineren met de rust die ze misschien vandaag gevonden heeft. Ja, dan gaat ze echt hoge ogen gooien in Rio.
ik ga naar de volgende challenge met een lid van Team Deltaloid. Zie jullie daar.